De voorlopig nog onvoltooide kerk van Antoni Gaudí kan het beste beschreven worden als een grandioos en baanbrekend gebouw. Maar waarom moet je de Sagrada Familia precies bezoeken en wat kun je ervan verwachten? Zelfs als je niet van kerken houdt, is een bezoek aan de Sagrada Familia in Barcelona een echte must. De nog onvoltooide kerk van Antoni Gaudí kan het beste beschreven worden als een baanbrekend uniek gebouw. Maar wat kun je van de Sagrada Familia precies verwachten en waarom moet je deze bezoeken? Hallo, ik ben Marta van Barcelona met Marta en vandaag neem ik jullie mee naar de Sagrada Familia, een plek waar je niet omheen kunt als je in Barcelona bent. Wij gaan een virtuele tour doen door de Sagrada Familia en ik geef jullie tips om jullie bezoek aan de Sagrada Familia zo goed mogelijk voor te bereiden. Maar wat is de Sagrada Familia precies? De Sagrada Familia is het meest bezochte monument in Barcelona en waarschijnlijk het meest bekende gebouw van Barcelona. Het is een religieuze tempel gewijd aan de Heilige Familie, vandaar zijn naam Templo Expiatorio de la Sagrada Familia. En sinds 2010 mag hij dan ook basiliek heten. De bouw van de Sagrada Familia begon in 1882 en Gaudí stapte in als architect een jaar later. De Sagrada Familia wordt beschouwd als zijn meesterwerk. En hoewel de bouw nog steeds volop in gang is, trekt de Sagrada Familia jaarlijks miljoenen bezoekers. De Sagrada Familia is van begin af aan een boetekerk geweest die afhankelijk was van donaties. Dat is de reden waarom de Sagrada Familia nog niet af is. In het begin moest Gaudí zelfs om geld van deur tot deur vragen, maar sinds de invoering van een entreprijs is het verzamelen van geld in rap tempo gegaan, waardoor de Sagrada Familia volgens de laatste berekeningen in 2026 voltooid kan zijn. Als de Sagrada Familia straks klaar is, zal deze het hoogste religieuze gebouw van Europa zijn. Hoewel je de Sagrada Familia vanaf en buitenaf kunt bewonderen, kan ik je zeker aanraden om tickets te kopen om deze van binnen te zien. Het beste is om online van tevoren tickets te kopen. Zo kun je de lange wachtrijen bij de kassa overslaan en je weet zeker dat je de Sagrada Familia kunt bezichtigen tijdens je verblijf in Barcelona. Bij het kopen van de tickets kun je onder andere kiezen voor een audiogids en of je wel of niet de torens wil beklimmen. Met de audiogids krijg je een beter inzicht en uitleg over het werk van Gaudí en alles wat je om je heen kunt zien, wat ervaring alleen maar rijker maakt. Eenmaal binnen wacht de monumentale kerk op jou af. Een religieus gebouw zoals geen ander. Vooral het schip van de kerk is zeer indrukwekkend, met tientallen zuilen die het dak van de kerk dragen, maar eruit zien als een oerwoud van bomen en takken. Let op de fraaie details, licht en kleuren binnen de kerk. Het is haast niet voor te stellen dat Gaudí deze kerk al in de 19e eeuw met de middelen van toen kon bedenken. Niet voor niets is de Sagrada Familia door de UNESCO werelderfgoed verklaard. Een van de hoogtepunten van de tour is een bezoek aan de torens, dat een panoramisch uitzicht over de stad bieden. Momenteel is het alleen mogelijk om twee van de klokkentorens van de Sagrada Familia te bezoeken. Deze beelden zijn bijvoorbeeld van de leidensfacade, waar je op het hoogst bereikbaar punt van de kerk kunt staan. De geboortefacade van de Sagrada Familia, dat aan de Carré Marina ligt, werd als enige onder de leiding van Gaudí gemaakt. Op deze gevel wordt de geboorte van Jezus verbeeld omgeven door veel natuurstenders. Hier is de stempel van Gaudí het meest zichtbaar. De andere gevels van het gebouw verbeelden zijn lijden, dood en opstanding bij Carré Sardegna en zijn hemelse heerlijkheid of glorie bij Carré Mallorca. Deze laatste is nog in aanbouw en zal straks de hoofdingang worden, met een indrukwekkende trap naar boven. Naast de monumentale kerk is er ook een museum inbegrepen in je ticket. Daar wordt er meer verteld over de geschiedenis van de Sagrada Familia, zijn ontstaan als boetekerk, wat de plannen van Gaudí waren en hoe de toekomst van de Sagrada Familia eruit ziet. Door middel van maquettes, schetsen, video's en tal van voorwerpen krijg je een beter beeld in hoe bijzonder het is dat Gaudí met de middelen van toen zo'n gebouw kon ontwerpen. Ook zie je achter glas de vakmensen aan het werk. Kun je de oude werkplek van Gaudí bezoeken en een kijkje nemen in een schoolgebouw
die bij de Sagrada-familie hoort, waar vroeger de kinderen van de werknemers les kregen. De crypte dat in de kelder onder het altaar ligt, is het oudste gedeelte van de Sagrada-familie en is de plek waar Gaudí na zijn fatale traumongeluk werd begraven. Hier worden dagelijks missen gehouden en de toegang is gratis. Zelf vind ik de Sagrada-familie bij zonsondergang op het mooist. Dan schittert de zon over de leidensfacade en kun je hele mooie foto's maken. Rondom de kerk zijn er ook een paar tuinen die je hele mooie uitzichten over de Sagrada Familia bieden. Het Plaza de Gaudí en het Plaza de la Sagrada Familia. Net als de promenade Avenida de Gaudí. Maar het allerleukste is om de Sagrada Familia vanuit het dakterras van het hotel Aire Rosellón te bewonderen. Zonder twijfel de leukste plek om je bezoek aan de Sagrada Familia af te ronden. Dit waren mijn tips voor een bezoek aan de Sagrada Familia. Ik hoop dat jullie het interessant vonden om naar te kijken. Voor meer informatie en het aanschaffen van de ticket kun je barcelonametmarta.nl kijken. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot snel in Barcelona!